Hier vlakbij moet ook een zwaan leggen te broeden, een zwarte neem. Daar ga ik eens even koekeloeren. En dan zullen we beleven hoe wat. Dat neem ik jullie dus voor mee. Maar ik zie wel andere jonge kuikentjes. Moeten jullie nou eens kijken, wat een pracht. Hallo allemaal, een hele goede middag lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer zondag en we leven op 26 april alweer. En we leven, om even kijken, 13 uur 44. Dus we gaan al aardig naar 2 uur toe. Ik ga Rijka weer even uitlaten en als ik terugkom dan doe ik even een bak koffie. En daarna, hier vlakbij, moet ook een zwaan leggen te broeden, een zwarte neem. Daar ga ik eens even koekeloeren. En dan zullen we beleven hoe wat. Dat neem ik jullie dus voor mee. Ja, ik ga dat even natuurlijk vastleggen, hè. En ja, normaal gesproken komt moeder en vader zwaan altijd weer terug naar die plek. Waar ze nou leggen te broeden. Dus andere jaar zal dat dan weer moeten, denk ik. Maar alleen nog op die andere plek, altijd komt die witte zwaan daar terug. En nou, nog steeds niets gesignaleerd, dus ja, hoe en wat? Ik weet het niet. Nee, ik snap er ook niks van. Want normaal zet de gemeente dat ook af met een hek. Is ook nog niet gebeurd, dus ja. Wie zal het ons vertellen? Misschien is er wel wat met de familie Witte Zwaan wat gebeurd. Je weet het niet. Hè? Mensen zijn gek genoeg om dat te doen. Jullie weten wat ik bedoel. Maar oké, okay, lieve vrienden, Rijka die wil er dolgraag uit. En het is prachtig mooi weer. We gaan er weer vandaag van genieten. En ik wil ook weer eens proberen een vlog in elkaar te zetten. Deze camera moet even leeg, dus ja, ik heb nog genoeg te doen. Dus echt weggaan doe ik niet, ik blijf in de buurt. Maar dat komt allemaal goed. Ik zeg het tot straks. Nou, ik zie nog steeds geen zwaan, maar ik zie wel andere jonge kuikentjes. Moeten jullie nou eens kijken, wat een pracht. Daar bij die troep. Oh, het is haar nest, kijk dan. Geweldig! Hoe geweldig! Wat mooi! Wat een mooi gezicht, dat kleine Grut. Hoe mooi is dat? Maar ik zie dus geen zwaan. Nee. En toch op de foto. Ja. Bekende omgeving. Maar ik weet niet waar. Mijn broer die zei dat het hier was. Maar helaas zie ik totaal geen zwaantje. En ook daar ging er niet. Maar dat is zo lief. Oh, goeie. Ja, en die rotzakken, hè? Ja, weg! Stoltje kringen. Ah! Wegwezen! Goed zo! Goed zo, mama! Ja hoor, goed gedaan voor je kindje zorgen. Ze zitten eronder helemaal. En die grote rotvogels. Hé, goed beschermen hoor. Wat dikkie. Nou, ik zal toch nog even verder koekeloeren. Want ik weet het echt niet hoor. Nou, we gaan verder kijken.
gewoon verder kijken. Ja. Ja, lieve vrienden, nou, ik ben al een hele tijd weer thuis hoor. Ja, ik heb alweer van alles en nog wat gedaan. Behalve nog geen filmpje in elkaar gezet, nee. Andere dingen gedaan. Want, ja. Aangezien dat dit horloge, dat riempje, dat deugt ook niet. Net een nieuw riempje eromheen. Maar het zit niet lekker. En ik wil eens wat anders. En dan hou ik deze gewoon voor reserve. En aangezien dat ik in juni jarig ben, mag ik mezelf best wel een cadeautje geven, toch? Nou, en dat voor 13 nog wat. Heb ik een mooi nieuw horloge gevonden. Ja, en die heb ik besteld. Dus dat heb ik lekker gedaan. En geen zwanenfamilie, hè? Geen zwarte zwanenfamilie gezien, nee. Helemaal geen nest, dus waar mijn broer het over had, ik weet het niet hoor. Maar in ieder geval wel andere leuke kuikentjes, hè, van die zeekoetjes, ja. Ah, zo lief. Maar die rots andere vogels, hè, die kraaien en die meeuwen. Ja, die willen dat wel opeten, ja, wegwezen. Ga je eigen kind maar opeten, maar niet een andermans kind, denk ik dan. Maar oké. Ja, ik zit televisie te kijken een beetje en ik heb Karin net aan de telefoon gehad. En ja, die gaan een magneet vissen. Nou ja, ook leuk. Is weer het andere dan normaal vissen. Ja, en wie weet kunnen ze op die manier ook weer geld sparen. Want ja, je kunt naar een metaalboer brengen of een koperboer als je dat allemaal vindt. Of andere dingen, hè, zoals een wat was laatst? Toen dachten ze dat het een bom was. Was het geen bom, maar ja, doet er niet toe. Maar in ieder geval, je weet nooit niet waar je op stuit. Nee, je weet het maar nooit. Dus ja, komt allemaal wel goed en ik hoor het wel hoe en wat. Wat ze gaan vinden en ik ga gewoon, ja, ik denk een plaatje maken. Ik heb niet zoveel gezien. Ik zit te gapen. Hé jongens. Nou ja, oké. Maakt ook niet uit. Iedereen heeft wel eens zo'n dag. Ja, dat. Maar het komt allemaal wel goed. Ik heb gewoon een luie dag vandaag. Niet zoveel zin in iets te doen. Of... Nee, het liefst zit ik eigenlijk televisie te kijken. Maar ja, dat is ook niet goed voor een mens. Ik heb hem dan aan meestal voor het geluid. Ja. En voor een computer zitten is eigenlijk ook niet goed voor een mens. Dus ja. Wat is dan wel goed? Helemaal niks. Nee. Stop maar met ademhalen. Ja, moela, ik wil leven. Ja. Maar oké, okay. Rijka die ligt lekker op de bank. Eeuwen ligt op een kussentje op de bank. Kandalf is buiten. Dus wat willen we nog meer? Ik ga een bak koffie maken. En ik neem maar een bakje chips erbij. Ik zin in. Ja. En dat mag ik ook. Ja hoor. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Ik heb ook verder helemaal, nee, ik heb ook niet zoveel te vertellen vandaag. Maar het maakt niet uit. Nee hoor, wie weet, krijg ik nog bezoek of zo, wat weet ik ervan. Ik weet het niet, maar in ieder geval, alleen is ook maar alleen. Maakt niks uit, ik vind het helemaal niet erg om alleen te zijn. Ik heb mijn diertjes en daar heb ik vrede mee, daar ben ik gelukkig mee, ik heb er plezier in. Oei, 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 daar ging een auto voorbij me en daar scheen de zon volop in. Jeetje, echt. Maar oké, okay, ja, het is nog steeds prachtig mooi weer, de hemel is blauw. Morgen zouden we ook nog mooi weer krijgen. En daarna krijgen we regen, maar... Was niet genoeg, werd er gezegd. Nou ja, ik snap daar niks van. Het heeft wel heel veel geregend. Een paar maanden terug heeft het heel veel geregend. Het hield niet op met regenen. En nou schijnt eventjes de zon en iedereen klaagt, teen en been. Ja, moeder de natuur vraagt ook om regen. Het is hartstikke droog, heb ik gezien. Mijn eigen tuin ook. Maar... Dat herstelt zich wel. Net als die brand. Oké, het is heel erg. Ook voor al die diertjes. Ik vind dat zo vreselijk erg. Maar het is niet anders. En de natuur, absoluut, al duurt het een aantal jaren, het herstelt zichzelf. Ja, en het komt allemaal weer goed. Ook de dieren, dat komt allemaal weer goed. Daar moet men vertrouwen in hebben. Enkel, dat...
duurt een aantal jaren. En wie weet ben ik er zelf dan niet meer als het alweer goed is. Ja, en jullie, ja, wat weten we ervan, maar het komt weer goed. Echt wel. Ja hoor, onze navolgers, die zullen het wel merken. Ja, die merken dat misschien wel mee. Maar ik en degene die net zo oud zijn als ik, die misschien niet meer. Maar ja, ik ga daar niet overheen zitten. Nee hoor, ik bedoel, het is hier nog prachtig en mooi. En ja, je moet gewoon in de natuur sowieso al niet gaan roken. Want je gooit argeloos je peuk weg of je sigaret weg. Een sigaret die verteert eerder dan een checkie. Hè? Maar je moet sowieso stoppen met het roken. Ja, dat is ook al niet goed voor een mens. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik voel me heerlijk wat dat er gaat. Dat ik niet meer rook. Al die stank om je heen. Ja, en als je dan in de natuur bent en dan ook nog eens een keer gaat roken. En je gooit argeloos, ja wat je ook dan rookt. Van mijn pot een sigaar of wat dan ook. En je gooit het weg. Ja, zonder rook te maken. Ja, dan heb je kans dat je brand sticht. Wil je dat op je geweten hebben? Nee. Als je al een roker bent, neem dan zo'n, ja, ik noem dat altijd een privé-asbakje. Dat was een klein, ik heb een goudstaafje gehad. Ja, niet echt natuurlijk, maar goudkleurig. Ook hees en zilverkleurig. Nou, die schuif je open en dan kon je je as erin doen. En je sigaretten of wat je ook dan rookte erin uitdrukken. En dan dicht schuiven. Je kon hem in je buste stoppen. Klaar. Niks, niet op de grond. Nee, niks niet weggooien. Zonde. Moet je niet doen. Moet je niet willen. Gooi bij je eigen in de vuilnisbak. Ja, dat is veel veiliger. Maar oké, genoeg daarover. Ik zeg, mijn beurt. Geniet. Doe ik ook. En tot later. Doei.